Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo. Daar is Klaassen, goal! Het is gelukt. Na een zenuwslopende wedstrijd in Griekenland heeft Ajax zich geplaatst voor de play-offs van de Champions League. En dus was het groot feest bij de spelers en de meegereisde supporters. Je kijkt naar Ajax TV Kick-off op Ziggo Sport. We gaan het vandaag uitgebreid hebben over die wedstrijd van afgelopen woensdag. En dat doe ik vandaag met Nick Viergever. Nick, welkom. Leuk dat je er bent. Was het nog lang feest in Griekenland? Nou, zeker. De euforie was zeker aanwezig. Het enige wat we moesten doen is doorkomen en dat was jammer genoeg niet met goed spel. Maar ik denk als je doorgaat dan ben je de verdiende winnaar en dat zijn gelukkig wij. Ja, we gaan het zo meteen nog uitgebreid over die wedstrijd hebben. We gaan het ook hebben over de start van de Eredivisie, maar we gaan eerst even kijken naar PAOK Saloniki tegen Ajax. Linker corner en het is al 1-0. Leovac krijgt hem terug van Gary Mendes Rodriguez en geeft hem perfect. En hier wordt het dankzij Sillissen geen 2-0. Hé, daar gaat hij wat leren. Het is een penalty. Ajax krijgt een penalty. Klaassen en raak 1-1. Is de man mis? Doet Ajax goed weg. Daar is Klaassen. Goal! Goal! Ajax, geen verlenging. Klaassen doet het twee keer. 1-2 voor Ajax. Nick, dat had ook anders kunnen lopen woensdagavond. Ja, nee, zeker. We deden eigenlijk zelf fout. Niet dat hun uitgespeelde kansen kregen. Alleen door balverlies of door stomme dingen van ons speelden we hun in de kaart eigenlijk. Ja, dat was heel slordig van ons en daar kwamen we goed weg inderdaad. Even terug naar de eerste fase van de wedstrijd. Het leek of jullie best wel gewoon vroeg druk wilden zetten. Jullie waren heel gretig, maar het zag er een beetje rommelig uit. Hoe heb jij die eerste fase ervaren? Ja, we willen eigenlijk met Ajax altijd vroeg druk zetten. Dat moet ons kenmerk worden om snel de bal te veroveren. We lieten de bal te traag rondgaan en ook nog eens balverlies. Dan speel je eigenlijk een hele slechte wedstrijd. Want eerst die tegengoal was al vroeg in de wedstrijd. Bij die corner, wat ging er precies fout? Jouw man mag niet scoren en dat gebeurt dan wel. En dan, ja, dat is zeker na een paar minuten was het al. Dan zo wil je niet de wedstrijd ingaan. En dat is zo zonde dat je dan na snel al 1-0 achterkomt. Dat mag niet. En dan op slag van rust. Jij dacht, ik ga even liggen. Was het een penalty of niet? Nee, ja, dat was een penalty, ja. Ik voel dat ik aan mijn shirt getrokken word en dan kan ik niet meer verder. Toen viel ik. Dan hoop je dat hij me op de stip legt en dat deed hij. Dan mocht David het kunstje afmaken. Ja, en dat deed hij. Dus gaan jullie met 1-1 de rust in. Is Peter Bos niet tevreden, neem ik aan. Wat werd er gezegd in de kleedkamer? Ja, iedereen had een heel vervelend gevoel eigenlijk over de eerste helft. Het liep van geen kant. Maar je staat wel 1-1 en we moesten sowieso scoren. Dus dat hadden we gedaan. Dus dan kan je gewoon weer fris de tweede helft in. Ik denk dat de tweede helft hebben een één bal op de lat gehad eigenlijk. Wat eigenlijk een beetje raar eruit zag, niet echt een kans was. Dus dan stond het gewoon veel beter. Wij kregen ook niet echt kansen. Maar toen hadden we wel het gevoel dat we de grip hadden en dat we gewoon konden winnen. Maar het bleef heel lang 1-1. Had je zelf het gevoel dat het nog binnen reguliere tijd beslist zou worden of niet? Ja, op een gegeven moment ga je wel naar de klok kijken. Ja. Maar hun drongen niet echt meer aan. Hun veel arbeid moesten hun verrichten omdat wij de tweede helft wel de bal goed lieten gaan eigenlijk. En dan zag je dat het gewoon kracht kostte, ook met de temperatuur. Dan hoop je dat je zelf aan de gelukkige hand zit om te scoren. En nou, je ziet, het was een voorzet en een tweede bal. En toen schoot Davy weer erin. Vorige week tegen PAOK in de arena was het spel bij vlagen gewoon heel erg goed. Was ook leuk om naar te kijken, maar is het resultaat niet optimaal? En nu was het niet best, dat zei je net zelf ook al. Maar het resultaat is er wel. Waar zit dat dan in, dat verschil? De eerste wedstrijd maakten wij de kansen gewoon niet af. Was het veldspel zeer behoorlijk. En deze wedstrijd was... wij waren gewoon te slordig aan de bal. Maar wel echt de mentaliteit en de passie en de wil om de ronde door te gaan. En dat spatte er wel vanaf, vond ik. De duels werden aangegaan. Je zag dat iedereen voor elkaar wou werken. En dat gebeurde ook. Dus we waren wel een hecht team. En dat,
dat wint soms ook wedstrijden, ook al speel je niet goed. Ja, over 2 weken staat er weer Europees voetbal op het programma. Ajax speelt dan de play-offs van de Champions League. Maar het is begin augustus en dat betekent dat de Eredivisie weer gaat starten. Vorig seizoen eindigde in flinke mineur en dus is het tijd voor eerherstel. We kunnen doen alsof het allemaal niet is gebeurd. Maar de beelden staan in mijn netvlies gekrast. Elke dag weer. Dezelfde film in mijn hoofd. Het alfabet heeft te weinig letters om de pijn van die dag te kunnen beschrijven. We hebben twijfel de kans gegeven om ons te pakken. De frustratie, de teleurstelling, het ongeloof is gigantisch bij de Amsterdammers. Fuck twijfel. Tijd om de rug te rechten. Tijd om niet meer achteruit te kijken. Kijken naar de top van de berg. Ik. Wij. Allemaal zullen we een keer op ons bek gaan op de weg ernaartoe. Maar nooit meer zullen we twijfelen. Het gaat er niet om hoe vaak je valt. Hoe vaak sta je weer op. Als een man honger heeft, moet hij eten. Als een man dorst heeft, moet hij drinken. Als een man wil jagen, moet hij een prooi hebben. En neem van mij aan, die hebben we. De ontknoping van vorig seizoen, ik denk dat je dat nog maar al te goed weet. Hoe kijk je er nu op terug, een paar maanden later? Ja, dat was zeker een mineur eigenlijk, hoe dat gegaan is. We hadden alles in eigen hand en we gingen met een goed gevoel naar Doetinchem. En dan om zo'n mineur af te sluiten het seizoen, dat was echt ongelooflijk. Dat we dat hebben uit onze handen hebben laten glippen. Hoe hebben jullie dat als groep verwerkt of hoe heb je dat zelf verwerkt eigenlijk? Ja, dat was heel moeilijk. Dat moet iedereen voor zich ook doen, denk ik. Iedereen is er toch verschillend in. We hadden nog een trip naar China, wat voor sponsorverplichtingen we moesten doen. Dus dat was ook minder leuk natuurlijk, hoe dat allemaal gegaan is. Hebben jullie het er dan daar ook nog over? Of? Ja, uiteindelijk hebben we het er wel over gehad. We hadden nog een bruiloft van Joël Veldman, dus toen kwamen we elkaar al een beetje tegen. En dan heb je het erover, je hebt het zelf een plekje, dan moet je jezelf geven eigenlijk. De een doet er wat langer over als de ander, maar dat... je moet het uiteindelijk toch zelf doen en je gaat zoveel scenario's door je hoofd, spoken er door je hoofd, wat als. Ja, er zit maar één ding op en dat is dit jaar wel te doen. Ja, want hoe is dat gevoel dan, weet je wel? Als het vorig seizoen, ben je daar dan nu extra op gebrand dat het dit seizoen wel lukt? Ja, als je het echt in de laatste wedstrijd door je vingers laat glippen en... Zeker als je alles in eigen hand hebt, dan is er wel revanche. Zeker de eerste gedachte na die wedstrijd was al van, ik wil dat het seizoen weer gaat beginnen nu, een nieuw seizoen, om het wel te halen. En dat is nu waar iedereen waar zeker wel op gebrand is. Ja, genoeg over afgelopen seizoen. We gaan het hebben over komend seizoen, want de Eredivisie gaat weer starten. Zondag reist Ajax af naar Rotterdam voor de eerste competitiewedstrijd tegen het gepromoveerde Sparta Rotterdam. En op de training na PAOK Ajax was wel duidelijk dat Ajax met een glimlach zal afreizen naar Rotterdam, waar het dus het nieuwe eredivisieseizoen zal aftrappen. En die glimlach ongetwijfeld wil vasthouden. Hoe belangrijk is het om goed te beginnen in de eerste wedstrijd in de competitie? Je wil ook met een goed gevoel starten aan het seizoen, denk ik. Nee, maar kijk, iedere wedstrijd is belangrijk. En voor het gevoel is zo'n eerste wedstrijd natuurlijk helemaal belangrijk. Maar goed, we hebben 34 wedstrijden te gaan. Het zijn wat van die clichés, hè, zo'n eerste wedstrijd. Maar die is natuurlijk heel belangrijk. Dat spreekt voor zich. Dus we gaan er ook alles aan doen om die wedstrijd zondag te winnen. Dan wacht zondag Sparta. Ben je er al uit hoe je tegen Sparta wil gaan spelen? Ja. Kun je dat in ons delen? Nee. Want dat deel ik altijd eerst met mijn spelers. Bos laat zich duidelijk niet in de kaarten kijken over zijn tactiek. Maar is wel duidelijk over de twijfelgevallen. Richard Libazour en Amin Younes. Bazour bleef tegen PAOK 90 minuten op de bank. Younes bleef zelfs thuis. Bazour is fit. En Younes, dat moeten we nog even afwachten. Je hebt al eerder gezegd dat het helemaal fit krijgen van spelers na 4 weken, 5 weken, dat is niet mogelijk. In hoeverre moet je daar rekening mee houden nu je 2 wedstrijden zo kort op elkaar hebt? Ja, je kan er in die zin geen rekening mee houden. Dat die jongens moeten vol aan de bak. En dat zullen we ook zondag weer moeten. Maar daar zijn ze toen in staat hoor. Na 4 weken voorbereiding is de conditie nog niet maximaal. Maar wel dat ze in staat zijn om 2 wedstrijden te spelen. Dus in principe iedereen die begon tegen PAOK, die kan ook beginnen tegen Sparta? Ja. Voor jou bekend terrein, jij startte je profcarrière bij Sparta. Heb je nog een speciaal plekje voor Sparta? Ik heb daar 10 jaar gespeeld, de hele jeugdopleiding doorlopen en het eerste elftal gehaald. Dus dat is zeker een club wat in je hart zit. Ja, want in het seizoen 2009-2010...
Ik zocht wat namen op van die selectie. Het was een hele talentvolle selectie. Duplan, Valkenburg, Duarte, jij, Strootman. Onder leiding van Aad de Mos. Maar jullie degradeerden wel dat seizoen. Wat weet je daar nog van die degradatie? Ja, dat is ook zo'n moment in je carrière wat je, net zoals de Graafschap uit, dat vergeet je nooit meer. Degradatie, ja, met zo'n groep, zo'n talentvolle groep eigenlijk, waar jongens terecht zijn gekomen ook. Het eerste 10 wedstrijden van dat seizoen draaide nog linker rijtje mee. Had iedereen het over Europees voetbalkansen. En de tweede helft wonnen we helemaal niks meer. En die laatste wedstrijd? En dan die laatste wedstrijd tegen Excelsior was ook... En ze kregen een penalty vlak voor tijd, die misten ze. Wij scoren in de 90ste minuut en hun scoren vanaf de aftrap de 1-1. Dat is zo'n moment, dat vergeet je nooit meer. Dat is zo, je vergelijkt het zelf al even met dat gevoel van de Graafschap. Is dat hetzelfde gevoel ongeveer? Ja, het gevoel is nog erger zelfs bij Sparta. Omdat mensen een baan afloren ook nog eens. Omdat het een kleinere club is. Je degradeert, dat kost zoveel geld voor zo'n club. En dan zie je echt het menselijke leed eigenlijk, het verdriet van de mensen die daar werken. Ja. Want ze zijn nu ook pas weer terug op het hoogste niveau. Heb je ze nog een beetje gevolgd door de jaren heen? Wat voor een ploeg is het nu? Ja, ik heb ze zeker gevolgd. Ze hebben 6 jaar in de Jupiler League gezeten. Ja, en vorig jaar hebben ze een heel goed seizoen gehad. Ik ben al zelf een paar keer wezen kijken. En dat zag er goed uit. De trainer heeft het goed voor elkaar. Ze hebben een duidelijk plan. En, met een paar talentvolle jongens en ervaring die erin lopen, is het gewoon een goed gebalanceerd team, denk ik. En is het voor jullie prettig om tegen een soort van kleintje te beginnen, het seizoen? Nou, sowieso prettig dat het seizoen weer gaat beginnen. En tegen Sparta, dat wordt gewoon een lastige wedstrijd. Hun spelen voor het eerst weer thuis, het publiek zal erachter staan. Het is voor hen allemaal nieuw weer. Dus ik denk dat het een leuke wedstrijd wordt en dat wij er gewoon uit eigen kracht moeten uitgaan en gewoon lekker moeten voetballen daar. Want de samenstelling van de groep die verandert ook. Vorige week zat ik hier nog met Nemanja Gudelje. Hadden we het over een eventueel vertrek van Arek Milik. Nou, dat is nu allemaal in kannen en kruiken. Die is vertrokken naar Napoli. Hoezeer zal dat een groot gemis zijn dit seizoen? Ja, Arek heb het denk ik heel goed gedaan. Afgelopen jaar heb ik niet eens alles gespeeld. Maar wel topscorer van het team. Meer dan 20 goals. Dat was al een tijd geleden, dacht ik zo. Dus ja, die goals moeten nu weer opgevolgd worden door iemand anders. En er staat nu Kesper staat er nu voor in. En volgens mij zijn ze nog bezig met de andere spits. Dus dat moet goed komen. Maar neem niet weg dat Arek kwaliteit heeft. En die nu bij Napoli kan laten zien. En als persoon, ga je hem missen? Gaat de groep hem missen? Nou, Arek was een hele harde werker. Hij lag heel goed in de groep en je wist... hij werkte altijd keihard voor zichzelf, zorgde goed voor zichzelf en was ook af en toe nog grappig ook, dus dat was prima. Dus er gaat wel gemist worden? Ja, maar er staan altijd weer andere jongens klaar, zo gaat het in de voetballerij. Ja, ik zal het komend seizoen moeten doen zonder de topscorer van vorig jaar, Arek Milik. Te beginnen met Sparta, maar niet alleen Ajax komt in actie, want de hele Eredivisie gaat van start en alles is te zien op Fox Sports. As we speak is de Eredivisie afgetrapt en speelt NEC tegen PEC Zwolle, te zien op Fox Sports 3. Morgen is de meest interessante wedstrijd, die tussen Utrecht en PSV, om 19:15 op Fox Sports 1. En zondag, voorafgaand aan Ajax, speelt Groningen tegen Feyenoord om 20:30. En daarna natuurlijk om 14:30, waar iedereen voor gaat zitten, Sparta tegen Ajax. Dat dus allemaal dit weekend. Nick, bedankt voor het aanschuiven en heel veel succes tegen je oude club, tegen Sparta dit weekend. Ja, dankjewel. Zondag dus het treffen tussen deze twee clubs met een rijke historie. 51 keer eerder stonden ze tegenover elkaar in Rotterdam. En slechts 21 keer wist Ajax de 3 punten mee terug te nemen naar Amsterdam. Kortom, het is geen makkie daar op het kasteel. Tot volgende week. Suarez met een mooie bal. Huntelaar van een goal, zeg! Wegdraaien van het doel. Daar is Van der Laan. En daar is de winst voor Sparta, nota bene. Tiro. De voorzet is goed. Stekelenburg blijft staan. En dan is het 1-0 voor Sparta. Frank de Boer. Jazeker, de 1-1. Van der Wiel. Dat is ja. Dat is heel knap afgewaakt.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo.